Dit is het truitje die ik aan had in mijn vorige video. En hier was dus heel veel vraag naar. Echt wel heel leuk om dit weer te zien. Ook omdat het allemaal weer kan en mag natuurlijk. En we nemen jullie mee met meubels shoppen. En daarom wil ik jullie dus nu ook heel graag wat vertellen. En wel echt al wat meer gaan laten zien van het huis. Hele goede dag en wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Een nieuwe vlog hier in mijn kamer, oftewel in de chaos. Het is echt aftellen nu jongens. Het is nog een weekje en dan is het zover. Dan ga ik eindelijk uit huis. Niet eindelijk als in dat ik het hier zat ben, maar ik ben er gewoon echt enorm aan toe. Mijn eigen plekje en ik heb er echt super veel zin in. Zoals ik echt al meerdere keren heb verteld. Ik ga jullie weer gezellig een weekje meenemen. We gaan deze week ook voor interieur shoppen. En ja, heel veel andere leuke dingetjes. Super leuk in ieder geval dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ga jullie zo gezellig meenemen in alles. Want ja, dat ga ik natuurlijk lekker doen. En alles laten zien en filmen. En ik ga wel beginnen met een fashion haul. Want ik heb namelijk wat nieuwe items binnengekregen van Naked. Die ik heel graag met jullie wil delen. En daarbij ook een leuke kortingscode. Er zit ook een truitje bij die ik in mijn vorige video aan had. En ik had onder de video al heel veel reacties en comments gekregen. Met de vraag waar dat truitje vandaan komt. Nou, die is dus van Naked. Ik zal het eventjes aan jullie laten zien. En daarbij ook de andere items die ik uitgekozen heb. En met de code LATOY20 krijg je 20% korting op de website. Dus dan hebben jullie die alvast. Ik ga eventjes mijn items aan jullie laten zien. Als eerste heb ik dit truitje in van die nude kleuren. En er zit ook zo'n soort swirl in verwerkt. Met een colletje. Dat is natuurlijk wel weer erg lekker voor de koude dagen die er aangekomen. En deze kleuren zijn op dit moment natuurlijk echt helemaal in. Ik vind het echt heel erg leuk van die nude kleurtjes. Dus vandaar deze. En op de achterkant zit ook zo'n swirl. Ik heb ook nog deze blousejurk. Dit is echt een beetje zo'n boyfriend blouse-achtig iets. Ik zou hem zelf wel dragen met een bikershortje, want hij is best wel kort. Maar met een paar lange laarzen eronder, dan is je lookje helemaal compleet. Super leuk. Ik vind dat ruisjepatroon ook leuk, zo met dat lichtblauw. En hij zit ook heel erg fijn. Best wel dik is die. Dan heb ik dit vestje met dit topje. En dit geeft me dus echt helemaal van die oldschool vibes. Ik denk dat het komt door de neonkleuren en het printje. Maar dit is dus een vestje en een topje. Je moet ze wel allebei apart kopen. Maar ja, het is als combi natuurlijk echt super leuk. Je kan hem dan zo ook een beetje off-shoulder dragen. Je kan hem natuurlijk helemaal dicht doen wat jij wilt. Maar ik vind dit wel het leukste. Dan echt super basic, maar had ik wel nodig in mijn kast. Deze witte top. Die is cropped, want je ziet een klein stukje van mijn buik. Het zit echt heel erg fijn. Een mooi stofje. Dan nog een hele basic top, maar je kan ze maar beter in je kast hebben. En ik had ze niet, dus vandaar. In het beige, een nude kleur, zit ook heel erg mooi. Ik heb hem nu gewoon in mijn broek gedaan. Deze is niet cropped, maar zit wel mooi om mijn lichaam. Dit is het truitje die ik aan had in mijn vorige video. En hier was dus heel veel vraag naar. Dit is hem dus, van Naked. Ik zal alle linkjes sowieso in de beschrijving zetten. En ook welke maten ik draag. Met de code LATOY20 krijg je dus 20% korting. Dus ik zou hem zeker gebruiken. Maar, het allerbeste van alles. Bij dit truitje zit dus ook een mega leuke bijpassende broek. Met ook van die ruffeltjes dus hier aan de zijkant. Die dus ook terugkomen in het truitje. Helemaal leuk, met een paar laarsjes eronder. En je look is gewoon helemaal compleet. Deze trui, deze heb ik ook al een paar dagen aangehad. En Jorn noemde het al een knuffeltrui. Want hij is echt super zacht. Hij heeft een beetje, ja, van die soort van kleine stoffige haartjes. Ik weet eigenlijk niet hoe je het moet noemen. Hij is ook in nog meer kleuren. Ik zou hem bijna in nog meer kleuren willen. Want hij is echt super lekker en heel erg zacht. En ik vind die mouwen leuk. Dus deze ga ik ook echt heel veel dragen. Dan heb ik ook een bruine basic top. Die kon niet ontbreken in mijn kast helemaal. Omdat die kleurtjes natuurlijk helemaal inkomen of in zijn. Dus die moest ik echt hebben. En dan deze oversized zwarte blazer. Van PU Leather. Nou jongens, dit is toch echt helemaal een lookje. Zo met die zwarte broek. Die top. Jasje eroverheen. Ik kan zo de deur uit. Het is alweer avond en ik ben weer heel erg druk hier met spullen uitzoeken en opruimen. Op het moment dat ik dit film is het zaterdagavond. Dus mijn zaterdagavond is niet zo heel erg boeiend en interessant. Ik ben namelijk aan het opruimen. Jorn is ook gewoon aan het werk. Dus ja, ik dacht ik ga ook gewoon lekker hier in mijn kamer aan het werk sowieso. Maar ik moet zeggen, het had natuurlijk wel leuker geweest als ik nu een lekker drankje aan het drinken was. Met mijn vrienden en vriendinnen. Maar helaas, ik moet opruimen. Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel heel erg leuk en lekker vind om te doen. Om alles lekker te ordenen en uit te zoeken. Dus ik ga gauw verder. Het is op dit moment 8:45 alweer. Wow, ik dacht dat het echt pas 7:30 was. Maar 8:45 dus. Ik ga verder met opruimen. Ik weet trouwens echt niet wat er met mijn ogen gebeurd is. Maar kijk hoe rood die is. Als ik naar boven kijk. Echt heel raar.
Deze is gewoon wit, zoals je kunt zien. En deze is gewoon helemaal rood. Vandaag een nieuwe dag en ik sta hier in Rotterdam met George's familie. We zijn namelijk bij de marathon aan het kijken, want de tante van George doet mee en ook wat vrienden van ons. Dus we staan hier met de hele familie, gezellig met z'n allen. Het is echt super lekker weer, dus echt wel heel leuk om dit weer te zien. Ook omdat het allemaal weer kan en mag natuurlijk. Dus we staan hier iedereen aan te moedigen, George. Zeker. Kijk, hier komt iedereen voorbij. We staan hier op het 30 en 40 kilometer punt. Dit is het 40 kilometer punt. En hier is het 30 kilometer punt. Maar het is heerlijk weer, blauwe lucht. Het is wel echt knap voor al die mensen. Ik doe het Sanina. Er komt hier echt een hele aparte renner aan hier zo. Met een lantaarnpaal. Hoe dan? Zo, dat moet zwaar zijn. Zo, maar dat is zwaar, hoor joh. Ja, echt, dat heb je zo, joh. De eerste prijs heeft hij al gewonnen. Ja, inderdaad, zeg dat wel. Heel knap. Een hele goede morgen. Ik ben vandaag al heel erg vroeg op pad in mijn Fiatje 500 samen met Jorn. Hallo. Wat een cute lachje. Want ik had vanochtend echt een superleuke meeting. Ja, een zakelijke meeting was het. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar dat kan ik binnenkort wel met jullie gaan delen. Het was echt mega leuk. Jorn is meegeweest voor de eerste keer na een zakelijke meeting met mij. Dat is wel, wel leuk. Trouwens om nog eventjes daarop terug te komen, jongens. Het is echt superleuk. Maar ik kan jullie daar binnenkort meer over vertellen. Nu helaas nog niet. Het heeft wel, ik kan wel zeggen, het heeft met auto's te maken. Dus dat gaat er allemaal aankomen. Maar Jorn is meegeweest omdat wij gelijk door zijn gegaan voor meubels. Daar gaan we nu gelijk voor door. We hadden om 10 uur hadden we die afspraak, die meeting. En het is nu 12 uur en we staan op dit moment bij loods 5. Want wij hebben hier een hele mooie eettafel gezien. En daar gaan we dus voor kijken. Want we hebben nog een eettafel nodig en eettafelstoelen. Dus daar gaan we ook voor kijken. Dus we zijn vandaag een hele dag onderweg. Het is pas 12 uur. Dus we zijn lekker... We zijn lekker vroeg. Ik vind het wel lekker als ik zo vroeg uit bed ben. Lekker make-up gedaan en zo. Lekker, lekker leuke dingen doen. En, Maar je hebt nog niks gegeten? Nee, ik heb nog niks gegeten. Dat is even... altijd. Als jij vroeg uit bed moet, dan eet je nooit wat. Nee, en jij hebt vieze makreel op. Ja. Dat zou ik helemaal niet wegkrijgen 's ochtends. Gadver, ik moet er niet over nadenken. Ik ging haast over mijn nek toen ik die katten moest eten geven al. Maar in ieder geval, wij zijn nu bij loods 5. We gaan naar binnen en we nemen jullie mee met... Meubels shoppen! De bank hebben we al trouwens, jongens. Dus we moeten gaan voor een eettafel en tafelstoelen. En dan kijken we verder ook nog wat we mooi vinden. Dus jullie gaan gezellig mee. Dit is de tafel die wij nu op het oog hebben. We willen dus heel graag een ovale tafel, omdat we dat gewoon het leukst vinden. En de zwart, want dat past natuurlijk heel erg mooi bij de keuken. Zo'n poot zit erop. Zo'n spinnenpoot. Vier poten zijn dit er. En de tafel loopt zo schuin af. En zoals je kan zien zitten er dus wel van die nerfjes in... Want het is dus een houten tafel. Maar deze springt er voor ons nu het meeste uit. Ja, deze is echt heel netjes. Ja, die vinden we echt heel mooi. Dus misschien gaan we deze wel kopen. Maar dat weten we nog niet zeker. Nee. Van loods 5 zijn we naar Alexander in gegaan. We hebben de tafel nog niet gekocht. En dat is maar goed. Want we zijn nu hier bij een andere winkel. Op Alexanderium dus. En we zien hier eigenlijk een tafel die we nog mooier vinden. Hij is eigenlijk hetzelfde. Ja. Alleen vinden we hier zo, vinden deze iets mooier. Ja, ik zal even laten zien waarom. Want hier, zo zien we, hier zien we die nerven van het, van het hout zien we heel mooi. Hier zijn de nerven inderdaad heel erg duidelijk. Dus de tafel leeft net wat meer. Ja. En als ik hem zo zie staan en vergelijk met die we net gezien hebben, denk ik bij deze wel echt nog meer van... Dat dit hem is, hè? Ja. En dan wel weer met dezelfde spinnenpoot en dat de tafel naar beneden afloopt. Maar ik vind dit dus echt heel erg vet. Zo, dat grovere, daar hou ik wel van. Ja, en dan zo ovaal. Ja, precies. Nou, het
Zo, Marre, het wordt weer moeilijk. Het wordt weer lastig. Een hele goede morgen. Jullie hebben natuurlijk gisteren kunnen zien dat wij zijn gaan kijken voor een tafel. En daarin zijn we geslaagd. Het is namelijk de laatste tafel geworden die ik aan jullie heb laten zien. Dus de wat grovere tafel, omdat wij dat zelf gewoon heel erg mooi vinden. En met grover bedoel ik dan de nerven die je erin ziet. Ja, gewoon het houtsoort, zeg maar. Dus die tafel is het geworden. Ik wil ook heel graag iets anders met jullie delen. Daarvoor ga ik jullie even neerzetten. Want het is nu natuurlijk nog minder dan een weekje tot aan dat wij gaan samenwonen en totdat we de sleutel krijgen. Of nou, we gaan natuurlijk nog niet gelijk samenwonen, maar dan gaan we beginnen met de verbouwing en de verhuizing en ja, en alles eigenlijk. Nog minder dan een weekje dus. En daarom wil ik jullie dus nu ook heel graag wat vertellen en wel echt al wat meer gaan laten zien van het huis. Want wij hebben namelijk een interieurstyliste voor ons huis ingeschakeld, om het zo eventjes te zeggen. Dit omdat we natuurlijk alles gaan verbouwen en alles gaan veranderen. En al het interieur, alles wordt natuurlijk nieuw. En voor ons, we weten heel goed wat we mooi vinden. Maar op een gegeven moment is het zoveel keus, zoveel verschillende kleuren, verschillende materialen, verschillende stoelen. Nou, noem het maar op, dat we gewoon echt eventjes door de bomen het bos niet meer zagen. Dus toen hebben wij iemand ingeschakeld die het ontwerp heeft gemaakt voor ons interieur. En we zijn echt, echt verliefd geworden op dat interieur. Dus dat is eigenlijk hoe we het nu willen gaan doen. En hoe het nu in ons hoofd zit. En dat wil ik heel graag met jullie gaan delen. Ik heb het best wel een tijdje even geheim gehouden. En nog niet laten zien, omdat ik het meer nog eventjes spannend wilde houden en als verrassing. Ik heb er een schermopname van gemaakt, dus jullie gaan er nu eventjes naar kijken. Gaat het dus worden, jongens en meiden? Of nou ja, niet helemaal, maar wel in grote lijnen. Er zijn wel een aantal dingen die wij veranderd hebben en wat we gaan veranderen. Maar dat gaan jullie natuurlijk allemaal zien. Maar dit is dus hoe het in grote lijnen gaat worden. En ja, jongens, ik ben er gewoon helemaal verliefd op. We houden dus, zoals ik in mijn vorige video vertelde, van industrieel, maar toch van chic en gezellig en warm. En letterlijk alles komt gewoon terug in het interieur, in dit ontwerp. We zijn er gewoon echt helemaal fan van. Dus dit is hoe wij het allemaal een beetje willen gaan doen. En dit is natuurlijk wel alleen beneden, de woonkamer en de eetkamer. Verder gaan wij boven, gaan we alles zelf doen. Mijn kantoor en de slaapkamer, dat ga ik helemaal zelf inrichten. Maar voor de woonkamer en de eetkamer hebben wij dus hulp gehad. En ja, ik ben echt mega benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het me echt zeker weten in de comments. Want ik vind het echt super leuk om te lezen en om te zien dat jullie allemaal ook zo meeleven en het allemaal leuk vinden om te zien. Jullie reacties. Ik ben heel benieuwd naar jullie meningen. Dus laat het me zeker weten in de reacties. En dan is het nu nog maar nog 5 nachtjes slapen, jongens. Nog 5 nachtjes slapen en dan krijgen we de sleutel. En dan gaat het eindelijk allemaal beginnen. Oh, ik kan niet wachten. Dus de volgende vlog die jullie gaan zien is het huis! Ja, dat is het huis. En dan zien jullie dat wij de sleutel krijgen. En nou, jongens, ik kan niet wachten. Laat me echt zeker weten wat jullie van het interieur vinden. Want ik ben heel benieuwd. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je hem leuk? Vergeet dan zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. Want er gaan natuurlijk nog veel meer leukere video's aankomen. En jullie gaan het hele huis in het echt zien. En het interieur en het ontwerp. En alles gaat nu echt beginnen. Het gaat echt beginnen. Dus ja, vergeet zeker niet te abonneren als je dat allemaal niet wilt missen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En zie ik jullie volgende week bij een nieuwe video. Heel veel liefs van mij en een hele, hele dikke kus. Doei doei!